Opluchting in Ter Apel. De gevangenis blijft open. Goedenavond, het nieuws uit Groningen Stad en Provincie van vrijdag 22 maart. Dit is Noord Vandaag. De gevangenis in Ter Apel blijft open. Het kabinet heeft dat besloten. De gevangenis in Hogeveen gaat wel dicht en die van Veenhuizen wordt voor een deel gesloten. Ter Apel ontspringt de dans omdat het kabinet rekening houdt met het feit dat de banen in Oost-Groningen niet voor het opscheppen liggen. Bij de gevangenis in Ter Apel werken ruim 300 mensen. GroenLinks-gedeputeerde Wiebe van der Ploeg stapt op. Hij kan zich niet vinden in het besluit van de provincie om een megastal toe te staan in Bourtange. Afgelopen week bleek dat een meerderheid in provinciale staten geen bezwaar heeft tegen de stal. Sportclub Veendam heeft meer dan €1 miljoen nodig om te overleven. Met dit bedrag is de club in staat om gezond het volgend seizoen in te gaan. Om het huidige seizoen af te maken is bijna 7 ton nodig. Maandag wordt duidelijk of Veendam het seizoen af kan maken. De GGD in de stad Groningen adviseert daklozen dit weekend niet in de buitenlucht te slapen. Er wordt een extreme winterse kou verwacht waarbij de gevoelstemperatuur kan zakken tot min 20. In de opvanghuizen worden extra slaapplaatsen geregeld. En voor een paar zwervers die absoluut niet naar binnen willen, zijn extra dekens beschikbaar. Een grote strop voor Delfzijl. De gemeente moet ruim €2 miljoen extra bezuinigen. En dat bedrag komt bovenop de 5 miljoen aan besparingen die al gepland waren. De nieuwe tegenvaller is het gevolg van tegenvallers in de grondverkoop. Er is weinig tijd voor de gemeente om de nieuwe bezuinigingen te realiseren. Voor 1 mei moet de nieuwe begroting af zijn. Oud-wethouder Mahmoud Kaptan van Delfzijl is bij de politie met onmiddellijke ingang uit zijn functie gezet. En dat is gebeurd omdat er een strafrechtelijk onderzoek tegen hem loopt. Kaptan stapte op als wethouder na beschuldigingen dat hij als voorzitter van een Turkse vereniging €90.000 subsidiegeld zou hebben gebruikt voor privédoeleinden. Hij ging weer bij de politie werken, maar daar is hij dus nu geschorst. Jannie Vlietstra is benoemd tot waarnemend burgemeester van Haren. Ze volgt Rob Batse op, die is opgestapt vanwege het rapport van de commissie Cohen over de Facebook-rellen. Vlietstra is benoemd voor een periode van 2 jaar en ze begint per 1 mei in haar nieuwe functie. Vlietstra was onder meer burgemeester van Winschoten en momenteel is ze nog waarnemend burgemeester in Marum. RTV Noord en het Dagblad van het Noorden hebben samen een tegel gekregen voor de reconstructie van de Facebook-rellen. Gisteravond was de uitreiking in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. En de tegel wordt gezien als de belangrijkste journalistieke prijs van Nederland. RTV Noord en het Dagblad kregen de prijs in de categorie onderzoek. Straks Heiko Treigel, de grootste fan van liqueurs. De komende week hebben we dreug weer. Met zon en bewolking. En de ken je vuurjoosachtige tafereel beleven van zo'n 16 of 17 graden. Nou, dit jaar is het helder aas. Maar we hebben die dikke oosten-noordoostelijke wind en bino-Siberische kool. Ja, soms helpt het om in opstand te komen, zelfs als je in een gevangenis werkt. Het verzet van werknemers en een aantal politieke partijen tegen de sluiting van de gevangenis in Ter Apel heeft vruchten afgeworpen. Het kabinet blijkt gevoelig voor het argument dat sluiting een enorme klap voor de werkgelegenheid zou betekenen. Leontien Kompier, burgemeester van Vlagtwedde. Ja, welkom. Wanneer hoorde u het goede nieuws? Vanmiddag heb ik het gehoord en eerlijk gezegd vlak na een begrafenis waar ik was. Ik voelde in mijn zak de telefoon gaan, maar goed, die neem je dan natuurlijk niet op. Nee, dat kan dus niet. Dus meteen daarna en toen hoorde ik dit geweldige nieuws. Ja, het is een lastige dag dan met hoogtepunten en dieptepunten. Ja, zoals het in het echte leven ook gaat. Ja, ja. Ja. Wat was volgens u het argument om Ter Apel te ontzien? Nou, het belangrijkste argument is natuurlijk de regionale functie die we hebben op het gebied van werkgelegenheid. Dat werd mij ook eigenlijk meteen verteld. Dat we een hele goede lobby hebben gevoerd met heel veel partijen. He, met de lokale politici, maar ook met de provinciale politie in SNN-verband. De collega-buurgemeente, natuurlijk de mensen van de PI zelf. Vanaf dag 1 stonden we op de barricade en dat is heel goed gehoord in Den Haag met dit resultaat. Ja. Het personeel van de gevangenis in Ter Apel die werd vanmiddag om 2 uur geïnformeerd. En ook daar was de opluchting groot.
Ik begon mijn toespraak met de mededeling dat wij open blijven. Nou, dan barst er toch wel even een gejuich los van opluchting. Mensen zijn natuurlijk verschrikkelijk blij dat wij open blijven. Maar ze zijn echt geschrokken van wat het met het gevangeniswezen gaat gebeuren. Wat er nu op stapel staat. Maar wij, zeg maar, hier in de PI-Trapel zijn echt heel blij. Ja, heel... Want u hebt geluk gehad, om het zo maar te zeggen. Heel veel andere gevangenissen niet, natuurlijk. Nee, dat klopt. Wij hebben geluk gehad. We hebben heel veel gelobbyd. En dat heeft toch zijn vruchten afgeworpen. Ja. Want heeft dat geholpen? Wij zijn van overtuigd dat dat geholpen heeft, ja. Hoe lang is het gegarandeerd dat Ter Apel nu open blijft? Kan die discussie nog een keer weer opnieuw ontstaan? Of zegt u van, we zijn de eerste periode gewoon zeker? Nou, we zijn een bedrijf wat politiek gestuurd is. Dus die discussie is er altijd. En we moeten ook altijd laten zien dat we ons werk goed doen. Maar het masterplan wat nu voor ligt, dat gaat tot 2018. Ja, tot 2018, mevrouw Pompier. Begint dan in 2018 het hele gedoe weer opnieuw? Je weet natuurlijk nooit hoe de politieke wind dan waait. Maar ik ga ervan uit dat er voorlopig rust is in de tent. En ik heb begrepen dat Ter Apel... Want het is natuurlijk al een zware dag voor het gevangeniswezen. Wat ook al net eigenlijk werd gezegd. Een enorme bezuiniging, 340 miljoen. Dus in Nederland een kaalslag in gevangenisland. Maar goed, in Ter Apel voorlopig is dat absoluut niet het geval. Er wordt juist meer geïnvesteerd. En nogmaals, vanwege het feit dat wij een hele dunne regio zijn als het gaat om werkgelegenheid. En dat hebben Tweede Kamerleden en alle politie in Den Haag heel goed gehoord. En natuurlijk de heer Teven, de staatssecretaris, die persoonlijk ons allemaal heeft bezocht, heeft dat ook gelukkig heel goed gezien en ontdekt. En wat belangrijk is, dat we de combinatie hebben met het asielcomplex in Ter Apel. Ja. Dat is, daar is een mooie synergie te maken. Dat hebben we ook in de lobby steeds aangetoond. Ja. En dat is ook goed opgepikt. Ja, nou, in ieder geval 5 jaar respijt. 2018 zien we verder. Mevrouw Kopier, dank u wel. Graag gedaan. In het pand van GroenLinks in de stad Groningen is zojuist een persconferentie geweest over het vertrek van gedeputeerde Wiebe van der Ploeg. En voor ons is daar aanwezig Remy van Mannekes. Remy, wat is er precies gezegd tijdens die persconferentie? Ja, wat eigenlijk de afgelopen dagen al duidelijk werd, hè, de positie van GroenLinks stond natuurlijk altijd de discussie, want zij zeiden al zelf van ja, we kunnen echt niet leven met grote megastallen in Groningen. En nu heeft gedeputeerde Wiebe van der Ploeg dus zijn conclusie getrokken, is opgestappen. Wiebe van der Ploeg staat bij mij. Ja, daar zat echt geen licht meer in. Nou, wij hebben vanmiddag in het college van GS een gesprek gehad met elkaar, de collega's en ik. En we hebben geconstateerd dat er onoverbrugbare tegenstellingen zijn tussen mij en de collega's. Zakelijke politieke verschillen die van mij en voor de fractie van GroenLinks veel te groot zijn om te overbruggen. Nou, u zegt het is echt een fundamenteel principepunt. Als het gaat om een koeienfabriek van 2000 koeien en 20 voetbalvelden in Vlagtwedde, dan is dat voor ons vele bruggen te ver. Wat verwijt u de andere coalitiepartners? Nou, het gaat niet zozeer om dat ik ze per se iets moet verwijten. Er is een verschil van mening ten aanzien van hoe je daarmee omgaat. Ik vind ten principale dat je als college van GS daar een finaal besluit over moet nemen, de criteria moet toetsen. En de collega's vinden eigenlijk dat de staten zelf al hebben aangegeven dat er groen licht moet komen. Ik ben het daar niet mee eens. En dan zie je dat er dus een verschil is waar je conclusies aan moet verbinden. In hoeverre speelde mee dat ook uw achterban natuurlijk niets hiervan moet hebben en dat u dus eigenlijk als bestuurder die rol als bestuurder niet kon uitvoeren op dit punt? Nou, mijn rol als bestuurder kan ik wel degelijk uitvoeren, omdat ik van mening ben dat je nee kan zeggen. Hier is nog geen besluit genomen. En wat betreft de achterban staan wij als één GroenLinks bij elkaar, landelijk, lokaal en provinciaal zijn we dezelfde mening toegedaan. Dit soort koeienfabrieken willen we niet. We willen een andere manier van voedselproductie, kleinschaliger en op menselijker niveau. Ik heb wel begrepen dat de afdeling Vlagtwedde bijvoorbeeld heeft gezegd, ja, als dit doorgaat, ja, dan kunnen wij niet bij GroenLinks blijven. Het is een principieel punt voor GroenLinks om een andere manier van voedselproductie te willen. En in de Vlagtwedde ligt het ook bij onze achterban heel gevoelig. En niet alleen bij ons, ook bij de SP. En die stemmen wel voor Buijs. Is er nog contact geweest met Den Haag? Want ja, Groningen vliegt nu
verliest nu de stad Groningen. Daar zijn ze eerder al uit het college gegaan. Nu ook de provincie. Er is ook gerommel in de gemeente Oldambt. Kortom, als partij bent u als bestuurderspartij nu bijna terug bij af. Nou, het is niet een kwestie van alleen maar verliezen. Het is ook winnen om gewoon duidelijk te zijn voor je standpunten. We hebben nog vele wethouders in het land. Landelijk is er afgestemd. Er is met de partijvoorzitter afgestemd. Oud-woordvoerder van de Tweede Kamer voor de Landbouw, Rick Grashoff. We zijn met z'n allen tegen deze meegestallen. Dank u wel. Graag gedaan. En jij ook bedankt, Remy van Mannekes. Zometeen aandacht voor een bijzondere supporter van Lycurgus. Maar nu eerst SC Veendam. Wat een vreselijke tijd moet het zijn als je supporter bent van Sportclub Veendam. Elke dag is er nieuws over de club, maar vaak zijn dat toch ronduit slechte berichten. Vandaag werd dus duidelijk dat de club een tekort heeft van ruim 1 miljoen euro. Henk Elderman, ja, vandaag kwamen mogelijke geldschieters ook bijeen. Wat is eruit gekomen? Ik heb eigenlijk geen flauw idee. Ze hebben 2 uur bij elkaar gezeten op het hoofdkantoor van hoofdsponsor Koos Geltema. Ik heb wel de indruk dat er een besluit is genomen. Want ze komen aanstaand weekend niet meer bij elkaar en wachten gewoon af tot aan de persconferentie die er aanstaande maandag komt. Maandagmiddag om 2 uur op het stadion De Lange Leegte. Maar ze willen nog niks zeggen of kunnen ze nog niks zeggen? Ze willen niks zeggen. Ze laten het over aan de bewindvoerder. Die heb ik zojuist nog proberen te bellen. Maar die was in gesprek. Ik weet niet wat dat betekent. Maar in elk geval, hij heeft dus nog geen reactie kunnen geven. Maar ik heb ook sterk het vermoeden dat ook de bewindvoerder, net als de investeerders, de eventuele investeerders natuurlijk, ook gewoon wacht tot aanstaande maandag voordat er nieuws naar buiten komt. Of Veendam door kan, ja of nee. En u? Ja, en nu, wat ik al zeg, de persconferentie dan maar afwachten. Hè. En ja, welke kant het op gaat, ik heb eigenlijk nog geen vermoeden. Ik heb uiteraard na afloop nog wel even de woordvoerder dan gesproken. Koos Scheltema, ik noemde hem al, de hoofdsponsor. En ja, toch even gevraagd van, hoe is dat gesprek nou, of dat onderhoud vanmiddag gegaan op zijn kantoor? We kunnen wel zeggen dat we een constructief gesprek hadden. En welke kant gaat het op? Maar wachten tot maandagmorgen. Op maandagmiddag. Jullie doen nu toch wel, vind ik althans, heel schimmig over wat er vanmiddag dan besproken is. Nee, we hebben de bewindvoerder gebeld en we hebben afgesproken dat we maandag gezamenlijk met een persconferentie naar buiten toe komen. Dus daar moeten we het even bij laten. Wat denk jij? Komt het benodigde bedrag op tafel? Ik denk niks. Maandagmorgen horen we meer. Nou, hij denkt niks, maar wat denk jij, Henk? Komt het nog goed? Ik heb geen flauw idee. Ik kom zelf ook al 30 jaar op bij het voetbal bij Sportclub Veendam. Het doet mij eerlijk gezegd ook wel wat. Maar toch, ja, als je alle geluiden zo hoort, zoals vanmiddag ook weer op het hoofdkantoor, ja, dan krijg je toch sterk het vermoeden dat er nog wel wat in het vat zit. Maar ik kan er helemaal naast zitten. We gaan het maandag allemaal zien en horen. En ook sommige oudspelers die waren vandaag druk in de weer. Dankjewel trouwens, Henk Elderman, om met een uiterste inspanning de nog zo nodige gelden bijeen te halen. Albert Stiekel en Henk de Haan bijvoorbeeld, zij kregen het voor elkaar een Rolls-Royce van Stiekels huidige baas te mogen verkopen. Je gaat een lange leegte in de Noorderpark zegt. Gaan we auto verkopen aan die eigenaar of aan die pa? Zo mooi deze dag. Alles wat de beide oudspelers vandaag meer dan 60.000 euro beuren voor deze imponerende limousine, is voor de club. We zijn nog redelijk positief. Ja, we zijn nog redelijk positief. Het wordt wel druk. Het wordt wel span, allemaal. Maar we blijven positief, mensen. We blijven positief, want onze club mag nooit verloren gaan, hoor. Nou mag 60.000 euro dan een schijntje zijn voor een wagen als dit. Broezen! Om de Veendam! Maar vind maar eens iemand die dat vandaag met temperaturen rond het vriespunt wil neertellen voor zo'n cabriolet. Henk heeft wel een idee. Hij is de man die leidt ons naar de juiste persoon die een goed bord kunt doen op onze auto. Zo simpel ligt dat. Gewoon Sheikh Dubai man hebben of een Qatar man hebben. Qatar, ja. En dat zit er handig geen schat in. Ik doe net een Sheikh vanaf Qatar hierheen laten komen en zeggen van steek nou eens even geld in. Echt nooit? Ik snap er helemaal niks van. Huidig interim directeur Scholtens dan. Wellicht dat die nog uitkomst bieden kan. Hij had al draai. Is dat niks voor jou, Scholtz? Hij is van 1989, hè? 1989. Dus we moeten niet mensen allemaal blieden, man. Nee, dat moet niet. En is even in augustus, september, straks in de weer een probleem. Dat moet niet. Het moet op nul komen nou, en dat moet je verder. Maar om weer op die nul te komen, moet er dus wel heel erg veel geld gevonden worden. In ieder geval aanzienlijk meer dan deze Rolls-Royce ooit op zal leveren.
Het is een belangrijk weekend voor de volleyballers van Abiant Lycurgus met 2 finale wedstrijden op het programma. De beslissing in de strijd om de landstitel kan zondag al vallen in Groningen. Morgen wordt er eerst gespeeld in Zwolle en dan gaat er weer een bus vol supporters mee die opgezweept zullen worden door een bijzondere fan van Lycurgus. Lycurgus! Lycurgus! Heiko Treigel is pas sinds een paar weken fan van Lycurgus, maar inmiddels kent iedereen de man bij de club vanwege zijn passie. En dat terwijl hij daarvoor 30 jaar lang een seizoenkaart had van FC Groningen. Als ik de agressie langs de velden, voetbalvelden zie, en er zit geen stukje gezelligheid meer in. En ik vond het hier, als ik hier zo gekeken heb, die samenhorigheid en teamwork en elkaar opvangen als er wat verkeerd gegaan is, nou, dat is grandioos. En dat vinden de spelers zo leuk dat ze hem als dank een t-shirt cadeau doen. Taylor Wilson, Jay Greens en Nick Paczynski. Dat niet alleen, Edson Felicissimo zoekt hem na de wedstrijden zelf speciaal op. He looks like a Brazilian supporter, because here in Groningen the supporters are a little bit quiet. For myself, I think just, and he's the only guy that makes some noise and call people Lycurgus. Heiko is niet alleen goed voor de sfeer, hij is ook deels verantwoordelijk voor de zogenaamde overwinningssnor bij de spelers van Lycurgus, die bijna iedereen draagt in een team voor extra geluk tijdens de playoffs. It's partly from Switzerland and America. There's a tradition they do mustache march. And so Taylor brought that into the team. And then when we saw Heiko with the mustache, we knew it was a good combination. Dat voel ik gewoon, die warmte die erin zit. En dat heb ik bij het voetbal dus niet. Hier dus wel. En als het aan de spelers van Lycurgus ligt, maken ze komend weekend een feestje van. Samen met de fans. Hey, 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 hey. Juist. En terug van weg geweest. Vanaf volgende week zaterdag gaan we bij RTV Noord het programma Kunstschatten weer uitzenden. Morgen is de eerste taxatiedag. Dat is in het schathoes van Landgoed Ekenstein bij Appingedam. En vanaf 10:00 ochtends bent u daar van harte welkom. Met alles wat u te bieden heeft. Presentator Rob van Dam, taxateur Richard ter Borg, die zijn hier bij ons in de studio zoals u ziet. Ja, 6 jaar geleden, Rob, is het programma voor het laatst uitgezonden. Waarom nu? Weer. Er zijn programma's die beklijven. Ik ga heel veel de provincie in en dan hoor je van heel veel mensen zo van, leuk de Dam op. Kunstschatten, komt dat ook weer een keer terug? En dat hoor je 1 keer, dat hoor je 2 keer, dat hoor je 3 keer. Nou, toen was ik in gesprek met mijn goede collega Jaap Alkema van Moomba Media. En die zei, wij maakten destijds Kunstschatten, misschien kunnen we een nieuwe serie gaan maken. Dus die is gaan overleggen hier met RTV Noord en die zei van, doen! Ja. Nou, en zodoende komt het terug. En zo geschieden het. 6 april. Ja. Yes. En Richard, wat verwachten jullie allemaal aan te treffen? Allereerst hoop ik natuurlijk in mijn specialisatie van de Groninger ploeg weer wat nieuwe ontdekkingen te doen. Kleurrijke schilderijen. Kleurrijke schilderijen. Maar uitbundig. Vanmiddag bij mij in de winkel stond de telefoon ook al roodgloeiend van mensen die vroegen waar ze precies moesten zijn. En geweldig. Er wordt heel enthousiast op gereageerd. Ja, het wordt druk. Ja, het wordt sowieso druk. Ja. Maar wat verwacht je? Is het een speld in een hooiberg als zo'n ploegschilderij? Of ligt er gewoon heel veel in Groningen? Op zolders, in kelders? Nou, er is veel van de Groninger ploeg onder de mensen. En Groningers zijn natuurlijk ook van nature mensen die niet vaak voor het voetlicht treden. Dus. Maar men vindt het toch ook wel leuk om te laten zien wat ze in huis hebben. Ja. En het is een ontzettend leuk programma. Ik ben ook ontzettend blij dat het weer terug is. En we gaan er weer iets moois van maken. Ja, wat kunnen mensen meenemen? Ik zie hier achter ons bijvoorbeeld een soort van kinderstoel. Dat komt er een van de oude kunstschattenprogramma's van een jaar of 10 geleden. Eigenlijk alles. Als mensen morgen komen, en morgen dus in het schathoes van Landgoed Ekenstein in Appingedam, dan mogen ze 3 dingen meenemen. Want er komen waarschijnlijk veel mensen. En als iedereen een complete verzameling meeneemt, dat lukt niet. Nee. 3 dingetjes dus meenemen. Vrachtwagen kun je thuis laten. Als je hem gebruikt voor die 3 dingen, is dat prima. Want het parkeerruimte is er genoeg. Nee, maar dingen als schilderijen. Ik kijk ook even op mijn papiertje. Ik spiek hoor. Want we hebben zoveel ook ervaren taxateurs die er zitten. Een glas, design, speelgoed, zilver, goud, sieraden, antiek, noem maar op. De schilderij uiteraard, hè, waar Richard dan weer heel veel van af weet. Ja, kom langs. Ja. Het wordt gewoon ook een leuke dag. Die sfeer is ook altijd leuk. Ja, dat kan ik me sowieso. Heel belangrijk. Ja, kan ik me sowieso voorstellen. Maar mensen willen natuurlijk wel in eerste instantie weten of iets wat waard is. Ja, kun je nou van alles de waarde bepalen?
Ja, het is vrij simpel. Ja? Het is vrij simpel. Kijk, dingen die niet in de kunsthandel zijn, ja, daar kan je geen waarde voor bepalen. Maar van de meeste schilders zijn toch wel meerdere dingen op veilingen geweest. Ja. En dan ja, zo'n lijn trek je door een paar opbrengsten. Ja. En dan heb je een gemiddelde. Okay. Goed, kunst en antiek. Wanneer is de volgende taxatiedag? Als je morgen nou niet kunt komen naar Appingedam? Uit mijn hoofd eind april, dus 28e geloof ik. Met al van Ingrid Thijssen, Stadskanaal. Maar ruim van tevoren laten we mensen weten hoe, wat, waarom, wie. En het wordt gewoon feestmorgen. Ik ben hartstikke benieuwd. Dankjewel. Oké. Ja, daarmee besluiten we Noord vandaag van vrijdag 22 maart. Morgen is in de Nicolaikerk en in de Franse school in Appingedam de dag van de Noord-Groninger geschiedenis. En morgen wordt het ommetje rondom Weerdum officieel geopend. Dat is allemaal morgen. En ik wens u ook namens de hele ploeg hier een heel mooie avond en alvast een heel goed weekend.